Welkom bij een nieuwe aflevering van Code Taal. Ik ben Max en naast mij zit Chip. Deze week duiken we in de wereld van Rubik's Cubes met een recordbrekende wedstrijd, een flashmob in Utrecht die alles in slow motion deed en een dorstige egel die zijn weg naar een minibar vond. Vergeet niet, alles is met kunstmatige intelligentie gegenereerd. Laten we beginnen. Weet je wat ik las, Chip? Er was een Rubik's Cube-wedstrijd hier in Amsterdam met 500 mensen. Stel je voor, 500! Haha, joh, serieus? Wat een gekkenhuis. Kan je nagaan, 500 mensen die aan zo'n kubus zitten te draaien. En het record is verbroken. Iemand loste hem op in 4,75 seconden. Hoe dan? Dat is sneller dan dat ik mijn sokken aantrek. Hahaha, weet je nog toen we het over geitenkaas en pindakaas hadden? Oh man, ja. Stel je voor een Rubik's Cube die je moet oplossen terwijl je geitenkaas pindakaas smeert. Haha. Wist je dat mijn oom altijd zei dat hij de Rubik's Cube kon oplossen door hem stiekem uit elkaar te halen? Wahaha, die oom van jou. Wat een held. Trouwens, ik droomde laatst dat ik een Rubik's Cube probeerde op te lossen onder water met dolfijnen. Ja, tuurlijk. Dolfijnen zijn ook slim. Wist je dat ze hem waarschijnlijk sneller kunnen oplossen dan ik? Haha. Tja, ik denk dat we het hier wel over gehad hebben, toch? Ja, laten we dat maar doen. Hey Chip, heb je trouwens nog die rare verhalen gelezen over die honden die leren piano spelen? Haha, ja, echt te gek toch? Honden die gewoon Beethoven kunnen spelen? Oh, het is echt te bizar eigenlijk. Maar luister, ik moet je wat vertellen over iets wat onmisbaar is geworden in mijn leven. Oh echt? Wat zou dat dan zijn? Een pianoles voor je kat? Nou nee Chip, heb je ooit gehoord van Graskis? Graskis? Ja, Graskis is echt revolutionair. Het is een nieuwe smaaksensatie voor je tong. Geloof het of niet, het is een eetbare grasmaatje. Wat? Maar echt gras waar je op kan kauwen? Ja, precies. Ik heb het zelf geprobeerd en het is gewoon super verfrissend. Je hebt toch altijd die momenten dat je denkt, goh, wat zou ik nu graag een stukje gras willen eten? Eigenlijk, ja, zo'n moment heb ik best vaak. Nou, gelukkig voor jou komt mijn de vrouw van de buurman met Graskis dus. Ja, echt briljant. En weet je, wij zijn zo blij dat we eindelijk een sponsor hebben. Dus luisteraars, er is nog plek voor meer sponsors. Ja, precies. Graskis, een frisse hap uit je tuin. Heb je gehoord van die flashmob in Utrecht Centraal? Ja, die gasten deden alsof ze in slow motion waren, toch? Honderden mensen, echt bizar. Haha, ik stel me voor dat de conducteur door de intercom roept... de trein vertrekt in slow motion. Kun je je voorstellen, iedereen aan de koffie in slow motion? Hey, ik deed ooit zoiets op mijn werk, maar dan zonder opzet. Te veel koffie, maar dan niet. Haha, wat? Heb jij ooit in slow motion gewerkt? Vertel! Nou ja, niet echt. Maar ik had zo'n kater. Ach, alles voelde als slow motion. Ik probeerde gewoon een niet-machine te gebruiken en het leek wel een eeuwigheid te duren. Haha, oh man, dat klinkt als mijn poging om te gaan joggen 's ochtends. Pure ellende. Echt, ik ben meer een theeman tegenwoordig. Maar goed, iedereen nam die flashmob op en het ging viral. Tja, probeer jij maar eens je hond uitlaten in slow motion. Plotseling ben je meer geïnteresseerd in wat de hond ruikt dan ooit. Hahaha, nou volgens mij hebben we er wel weer genoeg over gezegd. Oké, klaar voor de luistervraag van deze week, Chip? Ja, brand maar los, Max. Wie heeft deze keer iets ingestuurd? Deze is van Misha uit U, Lelystad. Hij vraagt... Wat was jullie favoriete kinderfeestje toen jullie jonger waren? Oeh, leuke vraag. Nou, Max, vertel eens, wat was jouw favoriete kinderfeestje? Ik denk, weet je nog die keer bij Jeroen? Die met die confetti-kanonnen. Oh man, wat was dat een chaos zeg. Ik zat nog weken confetti uit mijn onderbroek te halen. Maar goed, was dat echt je favoriete feestje? Ja,
Of weet je nog die keer bij de bowlingbaan, toen je dacht dat je een strike had gegooid en de bal in de verkeerde baan belandde? Ja, die bal rolde zo langzaam dat zelfs de slakken aan de kant gingen. Eigenlijk best indrukwekkend als je er zo over nadenkt. Inderdaad. Maar terug naar het onderwerp. We hebben het niet echt meer over kinderfeestjes, hè? Oh ja, sorry. Wat was jouw favoriete kinderfeestje dan? Dat is lastig te zeggen. Weet je nog die keer met de speurtocht in het bos, toen we verloren raakten? Ja! En we urenlang rondliepen met één appel en een zakje chips. Wist je trouwens dat sommige bomen ouder zijn dan jouw oma? Haha, dat toenemen. Wacht, hoe kwamen we hier nou op? We hadden het over kinderfeestjes. Ach ja, ik geloof niet dat Micha nog een antwoord krijgt vandaag. Ja, sowieso zijn we alweer lekker afgedwaald. Nou, ik denk dat we het hier wel bij kunnen laten, toch? Absoluut, ouwe. Op naar de volgende vraag. Chip, heb je dat verhaal gehoord over die egel die een weg naar een minibar in een tuin vond in Haarlem? Oh man, ja. Bobby de baregel, toch? Wat een bizar verhaal, haha. Ik bedoel, wie bouwt er nou een minibar voor egels? Tja, blijkbaar deze vent dus. Maar weet je, toen ik klein was, hadden we ook een egel in de tuin. Ik heb hem Stekel genoemd. Alleen, hij was meer geïnteresseerd in onze kattenvoer dan in cocktails. Haha. Haha, misschien was hij gewoon kieskeurig. Maar stel je voor, je komt thuis en vindt een egel dronken in je tuin. Ik had hem waarschijnlijk mee naar binnen genomen voor een goed gesprek over het leven of zo. Haha, gelijk heb je. Weet je nog dat je ooit zei dat je een keer een hamster zag fietsen? Of was dat nou een droom van mij? Dat was een droom van jou, kerel. Maar oké, misschien kunnen we treinen vee laten optreden, een egelbar, hamster fitnesscentrum en een ooievaar die de snacks bedient. Ha, helemaal geniaal. Maar goed, ik denk dat we over Bobby de baregel wel weer genoeg hebben gezegd. Wat denk je? Absoluut, tijd voor een nieuw drankje. Onderwerp bedoel ik, haha. Nou Max, dat was het dan weer voor deze week, denk ik dan. Aan al onze luisteraars, bedankt dat jullie weer hebben geluisterd naar Co de Taal. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En als je genoten hebt van deze aflevering, laat dan een review achter op jouw favoriete podcastplatform. Tot slot, een grote dank aan jullie, onze luisteraars, die elke week weer inschakelen. Deze podcast is automatisch gegenereerd met AI bij Lab 3 in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.